Nelson Dida, Jaap Stam, Alessandro Nesta, Billy Costa Curta, Paolo Maldini, Marcos Cafu, Rui Costa, Kaká, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf, Crespo, Inzaghi, Shevchenko. Dat was wel een leuke selectie, hè? Een jongensboek. Het verhaal van Harvey Esaias, die in 2005 voor AC Milan speelt. Hoe komt deze onbekende verdediger, die in Nederland nooit doorbreekt, terecht tussen al die wereldsterren? Mede dankzij zijn jeugdvriend Clarence Seedorf. Toen nodigde hij me uit om te komen kijken voor de derby. Dus ik naar die derby toe. En toen kwam ik bij Milan. Hij was gewoon top. Weet je, als je op Milanello komt, dan ruik je en adem je gewoon voetbal. Dus ik werd gewoon weer verliefd op het voetbal. Maar om Esaias fit te krijgen, is wel het een en ander nodig. Hij heeft namelijk jaren niets gedaan. De mannen op Milanello en Harvey zelf moeten dus aan de bak. Ik woog 130 kilo. Ik rookte, ik dronk. Ik was absoluut geen sporter meer. Ik heb echt met de pet nagegooid. Een beetje zo'n depressieverhaal. En toen zei ik tegen Clarence, ik wil weer voetballen. Toen heeft Clarence me nog uitgelachen ook. Maar toen zei hij voor de grap tegen Ancelotti, ik heb een verdediger voor je, die telt voor twee. En toen zei Ancelotti, wat is het verhaal van Harvey? Het verhaal van Harvey is lang en bijzonder. Via mislukte avonturen in Nederland en België belandt hij in 1999 in de Spaanse tweede divisie. Daar raakt hij zwaar geblesseerd en in de vergetelheid. En Esaias richt zich op andere dingen. Ben ik een discotheek begonnen, ben in een circus gaan werken, ik ben een antiekzaak begonnen, ben een ondernemer. Het belletje van Seedorf verandert alles. Esaias raakt in vorm en dwingt het respect van de wereldsterren af. Omdat ik zeg maar de slechtste van de selectie was, nam niemand mij serieus. En om hun respect af te dwingen, ging ik supporten tijdens de training. En dan ging ik lachen en dan klapten ze met hun benen zo als ik ze gepoord had. En dan zei ik, muzika, that's the music I like. En dan vroeg ik ze hoeveel geld ze verdienden. Zeg, hoeveel geld verdien jij? Kijk wie je gepoord heeft. Ik heb 4 jaar niet gevoetbald. Gattuso die begon te lachen. Die begon mij muzika te noemen. Van muzika, muzika. Iedereen begon mij toen muzika te noemen. Dus toen werd mij bijna muzika in de kleedkamer. De ultieme en ongelofelijke beloning volgt. Esaias krijgt in San Siro een invalbeurt in de bekerwedstrijd tegen Palermo. 6 minuten voor tijd roept Ancelotti hem van de bank. Op het moment dat hij zegt, Harvey, ga warm lopen, ik ga je belonen. Begon het publiek al voor mij te klappen. En dat gaf me zo'n zelfvertrouwen, dat versterkte me zo, dat ik dwars door elke muur heen zou rennen gewoon op dat moment gewoon. En toen hij zei, Harvey, kom, zei pronto, ben je klaar? Ja, natuurlijk ben ik klaar. Dus ja, knallen met die hap. Toen mocht ik het veld in en toen kreeg ik een staande ovatie van het San Siro. Dus ja, dan word je nog groter en nog breder. Dan krijg je nog meer vertrouwen. En de eerste paas was er gelijk op Thomasson, dus ja, toen werd het stadion helemaal gek. Dus ja, groeide ik in de wedstrijd. Jammer dat hij Thomasson hem niet gaat afmaken, hè? Ja, inderdaad. Dan had ik gelijk het veld uitgelopen als ik me tegenstop. Voor de zoveelste keer. Het zal bij die legendarische 6 minuten blijven. Wat rest zijn de fantastische herinneringen en een bijzondere bijnaam. Muzika!